Yo, kijkers van Trek Cinema. Vandaag ben ik weer terug en ik ben hier met Bas. Yo. En Bas is niet de enige die in deze server zit. Er zitten nog wat meer mensen, niet zo superveel. Iets met, we zijn met z'n zes of zo. Maar ja, we willen eigenlijk een kingdom gaan maken. Dat was eerst niet de bedoeling, we wilden gewoon gaan survivalen hier zo. Ja, zoals jullie ziet wonen wij in de jungle. Kijk, zwak jolo. Nee, we hebben, mijn armor is nog niet klaar, mijn skin wordt nog veranderd, dat moet nog laden. Ja. Maar ja, wij willen dus meer kingdoms en meer mensen vooral. Mensen die een eigen kingdom willen maken. Kijk hoor. Laten we even een rondleiding geven. Ja, is goed. Ik zal vast maar mee doen. Kunnen ze even alles zien wat we hebben? Dit is mijn huis trouwens, hier zo. En dat daarnaast wat aan vast zit, dat, dat is van iemand anders. Zullen we hier in het water springen? Ja, dat kan. Zo. We hebben aardig wat gemaakt. We zijn overal nog mee bezig, maar. Ja, we zijn ook pas bezig. Maar we hadden eerst een survival stukje. Ja. Alleen toen bedachten we een van, waarom gaan we geen kingdom maken en gewoon ergens anders ons kingdom maken. Nou, dit is mijn huis, deze boom. Die is wel mooi. Ja. Dat maar, is en hier staat. Een soort verkrekte, daar kan je gewoon van schieten. En hier is de haven. Klein haventje, voor het begin. Maar ja, daar staat nog is nog niet af, want nee, hij is nog niet af. Verder daarheen. Maar kijk, zo mooi, want ook kom je aanvaren, je bootje blijft gewoon heel. Mm-hmm. Daar zit de koe, we hebben er pas één. Onze eerste koe. Nou, niet van de hier server, want we hadden al een keer ergens anders farm, maar ja, we zijn er van. Nou, dit is een jungle temple. Hier staat een enchantment table in. Ja, oh, die zal ik even laten zien. Oké, daarom, ik was hier gewoon aan het zoeken en ik zag die jungle temple en toen dacht ik van ja, waarom gaan we niet gelijk hier zoiets maken? Nou, ik kan level 30 gewoon enchanten, dat is mooi. Even kijken, we zijn nu op zich eigenlijk bezig met de troonzaal hier zo. Dit is gewoon heel pad en dat komt naar de troonzaal, maar het is nog niet af. Ja, dan moeten we nog allemaal uithobben. Het gaat helemaal naar beneden. Ja, ik ga het ook niet verder dan daar laten zien. Nou ja. Ja, dat is eigenlijk wel zo'n beetje. Ja, de rest. Ja, daarboven is nog een huisje. Iemand. Die vind ik niet zo mooi, vind ik zo. Oh, Bas, laat even in jouw huisje even gaan. Ja, is goed. Wat ik heel mooi vind, dat hadden we eigenlijk, Bas had daar wat gemaakt en toen zei ik van waarom maak ik daar geen schiefhokje van. Ja, dat is hier. Dan kun je hier zo afgaan. Tak, het is gewoon echt een mega boom en dan zo'n tak. Ja, en hier kun je zo schieten. Ik vind dit vind best wel vet. Mooi. Ja, dat is echt wel vet. Hierboven. Nou, hier staat chest room. Er staan wat kisten. Voor Bas. En voor de rest is het niks. Dat zet ik me niet heel ver. Hij heeft al meer armor. Ja, ik heb wel. Elf geenchant, hè? Nou, ik heb dat nog niet allemaal. Ik heb wel dia. Ja, ik mine ook te veel. Legging. Ja, nou, hij heeft een fortune pickers, dus dat is niet. Ja. Nou ja. Maar ja, de. Dus we willen met mensen erop. Ja, dus als jullie erop willen, dan zet het even in de beschrijving. We hebben trouwens ook een dynamic map. Dus dan zie je de map gewoon op het schermpje. Dat is echt nice. Dan kan je ook. Ik zal de dynamic map zal ik trouwens even in de beschrijving zetten. Dan kan iedereen op kijken. Mm-hmm. En ja, dan kan je gewoon heel de map zien. Je kan ook de players zien. Dus dat is wel mooi en zo. Kunnen ook allemaal uitzien van bovenaf. Ja, ik zet ook mijn Skype in de beschrijvingen en alles wat je nodig hebt. En als je moet ook alvast een naam verzinnen, wij hebben zelf nog geen naam. Maar dat komt allemaal nog, want die plugin met de naam die zit er ook nog niet in. Maar dat is zo gebeurd. Dus ja, dan moeten we even kijken hoe we dat gaan doen. En jullie moeten gewoon lekker joinen. En even via je Skype of mijn Skype toevoegen. Ik gooi mijn Skype er wel in. Dus ik hoop dat jullie gaan joinen en tot dan. Later.